Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. De olieprijs blijft gestaag oplopen en dat saait twijfel bij beleggers. De WTI staat nu op 81 dollar, de brand variant op 84. En dat is de hoogste stand in 7 jaar. De angst voor inflatie en erger stagflatie neemt daarmee toe. Per saldo leverde leveren de indices in een verder tamhandel vanwege Columbus Day dan ook 0,7% in in de VS. Beleggers maken zich verder op voor de start van het cijferseizoen. Hoe hebben de bedrijven in de laatste drie maanden gedraaid en belangrijker, hoe zien ze de rest van het jaar? Netflix en Walmart gaan samenwerken met de verkoop van merchandise voor populaire series en films. En in China is na Evergrande nu ook vastgoedbedrijf Modern Land in problemen geraakt. De Chinese beurs leverde 1,8% in. Nikkei en Cospinex hielden de schade beperkt met slechts 1% lager. En ook de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een lagere opening. De Nederlandse export blijft met plus 5% stevig aantrekken over de maand augustus, al wordt de versnelling wat trager ten opzichte van de 8,6% groei van juli. En dan bij ons de start van het cijferseizoen. Fastnet zag de omzet bijna verdubbelen in Q3 en wil doorgaan met het openen van nieuwe locaties. Toch blijft de bezettingsgraad met 7,2% aan de lage kant. Hetgeen deels te verklaren is door de opening van 118 nieuwe laadplekken op 21 locaties. En Onward Medical wil 22 oktober haar beursdebuut maken in Amsterdam en Brussel. Het Zwitsers-Nederlandse bedrijf verwacht ergens tussen de 1175 en 1375 ongeveer een kleine 6 miljoen aandelen te kunnen plaatsen. Op de agenda van vandaag ZNW Economisch Sentiment uit Duitsland, JOLTS Banencijfers uit de VS. En we zien bij de analisten Deutsche Bank geeft een koopadvies op Daimler, koersdoel 85. Monken Stanley zet Core Laboratories op houden, koersdoel 29,40. En Goldman zet Aholt op houden, koersdoel 30,50 euro. Verder BNP zet ExxonMobil op verkopen koersstoel 60 dollar. En JP Morgan zet Total Energies op houden met een koersstoel van 52 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.